Goedenavond, dames en heren. De inleidende beelden van een avondje minivoetbal. En wat voor een avondje, want het is finale avond hier in het volle Sportpaleis Ahoy. We gaan kijken naar de grote finale tussen Rotterdam Ahoy, dat al eerder de minivoetbaltrofee verdiende. Dat was in 1978. En ze gaan spelen tegen Limburg, een zeer sterk en sterk verrassend team ook dit seizoen. In beeld de arbitrage van vanavond, links Lau van Ravens, de wedstrijdleider Luc van Neffel en rechts de afscheidnemende Kees de Bruin, die een functie bij de KNVB heeft gekregen en daarom op dit niveau, het minivoetbalniveau, niet meer zal fluiten. Goede sfeer hier in het Sportpaleis Ahoy, terwijl u kijkt naar het plaatje van het Rotterdam Ahoy team. Ik zal die alle namen noemen, dat komt in het verloop van de avond allemaal nog wel op zijn pootjes terecht, lijkt mij. Rotterdam Ahoy dat met 9-7 van België won, met 7-5 van Noord-Nederland, met 9-7 van het militaire team. En in de halve finale met 12-10 van Oost-Nederland. Dit zijn de Limburgers. Ook zij hebben uitstekende prestaties bereikt. 4-2 gewonnen van de Old Stars. Verloren van Noord-Holland, maar weer gewonnen van Oost-Nederland. En in de halve finale versloegen zij in een schitterende wedstrijd de militaire met 10-3. Dat team, dat noem ik ook niet met name op dit moment. Maar u krijgt al die namen uiteraard vanavond vele malen door en dan zult u de spelers vanzelf wel weer herkennen. Limburgers dus in het geel, Rotterdam Ahoy voornamelijk in het groen. De Limburgers zullen spelen van rechts naar links. Dit voor de mensen die in zwart-wit kijken naar deze wedstrijd. Terwijl u nog altijd kijkt en ook luistert vooral ook naar de sempre crescendo show van Vara uit Hellevoetsluis. Warming-up van de beide teams. Zo aanstonds gaat de toeter. En dat betekent dat de basisopstellingen naar de overzijde van het veld zullen gaan. Ze zullen zich ter weerszijde van de middenlijn opstellen voor de vliegende start. Bal moet omlaag in deze tot aan de nok toegevulde Sportpaleis Ahoy Arena. Eerste overtreding, lichamelijk contact. De nummer 5. Leenkiers ging in de fout. We zijn bezig. Jan Bruis aan de bal voor Rotterdam Ahoy. Hij kan hem alleen breed kwijt. Aan Hans Venneke die nogal geblesseerd aan deze wedstrijd begint. Gerard Hoenen naar Frans Keurver, de keeper. Men is voorzichtig. Hermans aan de bal. Venneke daar tussen en dan Hoenen die die zaak overneemt. Goeie redding meteen al. En dat is Arie Riedijk aan de bal. Met een goede lange paas. En de mogelijkheden misschien voor... Kijk, is dat een goal? Nee, dat is geen goal. Een spectaculair moment. Vooral goed opgelost door Frans Keurver, de keeper. Hermans. Vic Hermans. Gilbert Heigelen. Gerard Hoenen aan de bal. Afwachtende houding van Rotterdam Ahoy. Heigelen weer. Hoenen, hij kan schieten. En schiet maar net naast. Goeie actie van die Limburgers. Arie Riedijk zal hier uit moeten komen. Wil een man voorbij. Dat lukt nog niet helemaal. Hij gaat het toch alleen doen. Neemt risico. Goeie paas op Jan Bruis. Bal is uit. Leenkiers. Heigelen. Hermans. En een redding van Hans Sint-Nicolaas op dit afstandsschot. Hoenen. Hermans aangespeeld. Kiers staat daar achter vrij. Heigelen. Hoenen weer. En dat zal niet lukken. Bal is uit. Hans Spenneker. Sint-Nicolaas. Hans Sint-Nicolaas. Een goede uitgooi in de richting van Arie van der Sluis, die daar niet aankomt. Gerard Hoenen. Zeer veel Limburgse supporters met bussen tegelijk hier naartoe gekomen. Ja, dat is een mogelijkheid natuurlijk. En nu moet het schot komen van Heigelen. Goede redding, goed schot. En een tikje verbaasd over de basisopstelling van Rotterdam Ahoy. Arie Damsma nog niet in beeld geweest. Bouwman in een solootje met Gerard Hoenen.
En Hoene die redt dat. Erg knap zelfs. Dat wordt een inrol, begrijp ik, voor Rotterdam Ahoy. Nu pas. Dat is niet zo slim. Slecht ingooi en niet opgelet door Hans Venneker. En dan krijg je dit soort tafereelen. Jacques Weres die naast schiet. Riedijk. Niet te langs. Hij zoekt Bouwman. Hij is maar net naast, voorlangs zelfs. Goeie actie. Hermans. Heigelen. Hermans. Geblokkeerd Venneker. We zijn ruim 5 minuten bezig. We hebben nog geen goals, maar het is zeer spannend. Inzet van dit alles, ik zeg het nog maar eens een keer, de mini-voetbaltrofee. Beschikbaar gesteld door Voetbal International. Goed gedaan van Hans Venneker, goed geblokkeerd. Het schot was van Heigelen. Mogelijkheden misschien voor Frans Bouwman, die in dit soort situaties sterk is. Oh, ik wilde het gaan zeggen, die in dit soort situaties sterk is. En dan dat klimmende schot, ongelofelijke knal, zeer fraai gedaan. Frans Keurver kansloos. Spelers hervat, Venneker die zijn pijn verbijt. Dat is een te lange paas. Damsma in het veld gekomen bij Rotterdam Ahoy. Polderman erin gekomen. Ik heb de indruk dat dit een zeer sterke formatie is die namens Rotterdam in het veld staat. Maar hetzelfde kan gezegd worden van de Limburgers. Hoene aan de bal. Hij gaat schieten. Hij gaat pasen zelfs. Nu moet die paas komen op Bouwman. Die onderuit wordt gelopen door Frans Keurver. Ook gewaarschuwd wordt. En Frans Bouwman die onderuit is gegaan. En zich niet al te fit schijnt te voelen. Hans de Koning daarbij, Ab Rozijn daarbij, de arts. Maar het gaat weer. Dit is de nader tussen aanhalingstekens. Nou, zo erg was het ook weer niet. Er zat ook een klein beetje acteren van Frans Bouwman bij. Arie, 3 seconden te lang duurt het. En er wordt ingegrepen. De bal moet nog steeds op zijn plek. Wat een rommelige fase. Jacques Weres, Hoene, Heigelen. Weres. Goed gewerkt van Kiers, Weres. De bal moet omhoog nu. En wat wordt dat? Een vrije trap. Moeizaam geblokkeerd en ook per ongeluk geblokkeerd, had ik de indruk, door Arie Riedijk. Weer die ruimte om te schieten. En weer geblokkeerd. Damsma voor, nou niet voor het eerst aan de bal, maar wat duidelijker aan de bal. Riedijk. Damsma weer. Speelt bij CVV op het veld. Polderman ook bij CVV. Hard en goed geblokkeerd door Frans Keurver. Goede poging van Polderman. Maarten Polderman. Bouwman scoort. Maar wordt afgefloten. Omdat die bal te vroeg genomen was. Moet wachten op het fluitsignaal. Inderdaad. Polderman namens Rotterdam. Riedijk. En dat wordt een inrol voor Rotterdam, denk ik, ja. Bouwman bewegelijk. Niet zozeer omdat hij zo hard loopt, maar omdat hij veel loopt. Uitstekende knal van Polderman. En u zult het niet geloven, maar ik had de bal. Polderman weer ertussen, Riedijk. Die al knap technisch vertoon heeft laten zien. De bal goed doodmaakt. Damsma, die ook een geweldige knal in zijn benen heeft, maar nu toch niet in de schietpositie komt. Bouwman. Bal is uit, zegt Flauw van Ravens. Nou, ik had meer de indruk dat Bouwman uit was, maar niet de bal. Maar goed,
Goed gewerkt van de Limburgers. Kiers op zijn uitgezette door Polderman. En dat wordt afgefloten. Kiers. Ja, hij komt goed naar binnen. En dat is een goal. Uitgespeeld. Uitstekend gedaan. Venhoven scoort 1-1. Limburg komt terug. Venhovens. Damsma. Dat is Bouwman. Op de rand. En een corner. Bouwman erachter. Het scheelde niet veel, maar hij zit niet. In rol van Jan Bruijs. Polderman biedt zich aan de rechterkant. Laat zich goed zien in deze wedstrijd, Polderman. Bouwman, man van de eerste en enige goal van Rotterdam. Polderman weer. En dat scheelde niet veel. En nog altijd heeft hij hem, Bouwman. Damsma. Bruijs. Geblokkeerd, een corner. Het is de derde voor Rotterdam. Ze zijn dus dicht bij een penalty. De volgende wordt een penalty. Want zo gaat dat. Hoene. Goed gevoetbald door Polderman. En dat zijn mogelijkheden natuurlijk. En goed gedaan van Gerard Hoene. Uitstekend. Levendige wedstrijd. Toch pas twee goals. Hoene. Hij geeft aan wat er moet gebeuren. Dit moet er gebeuren. Heigelen. Kiers. Oh, dat was niet zo gek. En dan heeft Hans Sint-Nicolaas die bal tenslotte. Nou, er gebeurde van alles. Maar het mag doorgaan. Damsma. Oh, wat onzuiver. Bruijs. Terwijl u kijkt naar de mascotte van Rotterdam Ahoy, dat is Erwin Drent. Die een hartewens vervuld ziet. Hermans, goede actie. Nu moet de paas komen. Heigelen. Hoene, hij zou kunnen schieten. En een redding van Hans Sint-Nicolaas, uitstekend gewerkt. De eerste voor Limburg. Dit is Gerard Hoene. Dominante figuur in het team bij de Limburgers. De bal is naast. Een inrol voor Rotterdam Ahoy. Fenneker, die toch maar doorgaat ondanks zijn blessure. En toch heel duidelijk last heeft van die blessure. En de vraag is dan, is het verstandig om toch te spelen? Voor jezelf en voor het team. Hermans, Hoene, Heigelen, Kiers. Die bal gaat wel erg ver door. Er is geen steun. Dus Van der Sluis moet dat alleen doen. Gered. Gered door Hoene. Met zijn knie zegt Hoene zelf natuurlijk. En met zijn hand zegt Hans Wedeker. Nou, het was volgens mij een knie. Riedijk. Het is geen goal. Voorlangs. Wat zeg ik? Gewoon last. Gewoon naast. Heigelen. Geen tempo. 15 minuten en 10 seconden gespeeld. 1-1 stand. Hermans die niet aan die bal komt. Het moeilijk heeft met Arie Riedijk. En dan zelfs de zaak zo moet oplossen. Hoene. Hermans. Limburg valt met z'n vier aan en terecht. Ja, knap gevoetbald. En daar is die knal. Hij is naast. En het is Vic Hermans die zijn linkervoet er niet goed tegenaan zet. Jan Bruijs namens Rotterdam. Van der Sluis. Bruijs weer. Fenneker.
eens aardig geprobeerd. Maar het was een ongelooflijk moeilijke hoek. Het kon eigenlijk niet. Hoene. Inrol voor Frans Curver. Hermans. Kiers. Hij zou kunnen pasen. En Hans Nicolaas houdt zijn handen daarvan af. En hij heeft gelijk. Polderman. Slecht. Van der Sluis. Doet hij handig. En weer op die lat. Rotterdam mooi. Heeft pech. Dat staat vast. En dat is een uitstekende inrol. En goed meegevoetbald van de keeper. En zo hoort dat ook. Hermans. Kiers. Hoene vrij. Krijgt hem ook. Heigelen nu. Nou, dat is een redding die niet zonder geluk is. Dan gaat hij erin. Hij gaat er niet in. Het wordt een inrol. Goed gewerkt van Hoene. Jacques weer eens. En Hans Svenneke daar ook al goed tussen. Geblokkeerd. En hij krijgt hem ook mee. Riedijk. Polderman. Ja, nu gebeurt er in het geheel niets. Polderman. En dit is de derde keer dat hij het hout raakt. De paal dit keer. Limburg komt goed weg. Het blijft spannend en het blijft gelijk. Goed werk van Vic Hermans. Erg mooi. Hij versnelt. En Hans Sint-Nicolaas redt de tweede corner voor de Limburgers. Hoene. Veel aan de bal. Jacques Weeris. Hans Sint-Nicolaas. Frans Bouwman aangespeeld. En dat is een corner en dus een penalty. Goede kans dus voor Rotterdam-Ahoy om dat 2-1 van te maken. Riedijk achter die bal. Normaliter scoort hij. Hij zal die bal, als hij het goed doet, omhoog spelen. En dan hoort Frans Curver kansloos te zijn. En zo gaat het niet. Bouwman op de paal de vierde keer. Het is niet te geloven, maar het blijft wel 1-1. Schitterende redding dus van Frans Curver. Daar kan geen twijfel over bestaan. Frans Curver die een prachtige wedstrijd keept. Bouwman aangespeeld. En dan dit maar. Onzuiverheid. Dan de bal over de zijlijn. En dat biedt Limburg gelegenheid om een time-out aan te vragen. En dat is Hans Rooijakkers die met zijn mensen gaat praten. Jongens, wat zien we? Afgeschoten van een keer in Noordwijk. Dat betekent dat we blokkeren dat schot niet. Oh, probeer die voeten eens voor te houden. En dat is niet met de handen. Ik weet niet hoe het komt. Het is wel een half uur gekomen. Kom jongens, we even bij elkaar pakken. 1 minuut is het rust. Kom op, hè. 4 seconden. Ja, een time-out op dit moment. Geen minuut meer te spelen in de eerste helft. Dat is toch wat merkwaardig. Maar het duidt erop dat Limburg zelf het gevoel heeft dat het in gevaar is. En nou ja, als je al die ballen tegen paal en lat als maatstaf kiest, dan is dat een beetje waar natuurlijk. Polderman. Bouwman. Lichamelijk contact. En maar net over dat puntertje. Ja, mogelijkheden voor Hermans. Redding moeizaam, maar heeft hem Hans Nicolaas. Bouwman, goed gewerkt. Maar heel Limburg is terug. En probeert daar dan nog maar eens een keer langs te komen. Men gaat aftellen en er zal een schot moeten komen. Hij is hard. En hij gaat er net over. En wat een schitterende redding in eerste instantie weer van Frans Curver. En attent gereageerd van Damsma dat hij ten tweede malen inschoot nog. 3 seconden, dat betekent dat we er zijn.
of staat de klok stil? Het is rust, besluiten we. En dat betekent dat we gaan luisteren naar de showfanfare. Sempre crescendo uit Hellevoetsluis. En ik vertel u erbij dat we nog altijd een 1-1 ruststand hebben. Doelpunten van Frans Bouwman, een hele mooie, dat klimmende schot. En de Lieve Overs. 1-1, gemiste penalty van Riedijk. Het is 1-1 en het blijft de komende 5 minuten 1-1.